Wereldgezondheidsdag wordt jaarlijks op 7 april herdacht. Tevens herdenkt de World Health Organization WHO vandaag haar 70-jarig bestaan. In verband hiermee heeft de Pan-Amerikaanse gezondheidszorgorganisatie PAHO gisteren een nationaal debat georganiseerd. Dit vond plaats in de Royal Ballroom van Torarica. PAHO en WHO-vertegenwoordiger Gitanis Ghebre gaf aan dat optimale gezondheidszorg van haar burgers de verantwoordelijkheid is van elke natie. Hij is de mening toegedaan dat er met alle actoren nauw samengewerkt moet worden om de bevolking van de juiste zorg te voorzien. Ook Manoj Hinduri, voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad, en DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons kwamen aan het woord. Ze zijn beide de mening toegedaan dat door wereldse invloeden de gezondheidszorg steeds meer een business of handelswaar aan het worden is. Simon zegt dat vooral de Verenigde Staten de gezondheidszorg niet als een sociale sector, maar een business ziet. Daarom noemen ze deze sector de healthcare industry. Iemand heeft gevraagd, waarom zouden we gezondheidszorg niet als een business kunnen doen? Wel, in de basisregels van het kapitalisme heb je een business, is het doel van jouw business, het legaal en legitiem doel van jouw business, is winstmaximalisatie. Klopt dat? Als jij een business start en je bent niet gericht op de winst, gaat men zeggen je plan is niet feasible. Wat gebeurt er als je in de gezondheidszorg businessregels toepast? Is winstmaximalisatie. En dan verdwijnt het belang van de burger. En dan verdwijnen de wetenschappelijke inzichten. En dan verdwijnen het common good naar de achtergrond. En worden dingen gedaan, zelfs wetenschappelijke standpunten ingenomen. Policies gemaakt, medicijnen gemaakt. Niet op basis van wat is goed voor ons en voor onze mensen. Maar op basis van wat brengt geld op. En we moeten het niet ontkennen. Het is gebeurd. En het gebeurt nog steeds, want die klachten kregen we binnen. Simon zei verder dat er liever geld in de preventieve zorg gestopt wordt dan in de curatieve, omdat de curatieve veel meer kost. Oud-minister Patrick Pengel van Volksgezondheid, die op uitnodiging van de PAHO aanwezig was, is de mening toegedaan dat de kwaliteit van de zorg die geboden wordt goed genoeg en betaalbaar moet zijn. Hij werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de minister te bedanken voor de mooie momenten tijdens zijn bewind op Volksgezondheid. De zeer geëmotioneerde ex-minister van Volksgezondheid Pengel, die bedankt werd voor de inzet van zijn krachten bij dit ministerie.